De plaatsingswijzer. De basisschool adviseert over welk niveau het beste bij uw kind past. De scholen van voortgezet onderwijs plaatsen de leerlingen. Om ervoor te zorgen dat de scholen goed kunnen adviseren en plaatsen, is de plaatsingswijzer ontwikkeld. De plaatsingswijzer is een gezamenlijk product van het primair en het voortgezet onderwijs. Schooljaar 2014-2015 weegt het schooladvies het zwaarst bij de toelichting tot het VO. Het VO mag de toelating niet laten afhangen van de eindtoets van de groep 8 van CITO. Het schooladvies wordt gebaseerd op de gehele schoolloopbaan. De basisschool geeft advies welk type onderwijs past bij een leerling. Hierbij wordt gekeken naar de aanleggen talenten. Leerprestaties, ontwikkeling in de basisschoolperiode en de concentratie, motivatie en het doorzettingsvermogen. Hoe werkt de plaatsingswijzer? Er wordt gekeken naar begrijpend lezen, rekenen en wiskunde, spelling en technisch lezen. De leerkrachten van groep 6 tot en met 8 geven advies en gaan hierover in gesprek met ouders. Basis hiervoor zijn de middentoetsen die halverwege het schooljaar plaatsvinden. Inhoud gaat over het advies voor het voortgezet onderwijs, het soort profiel en een conclusie. Hier ziet u een grafiek van de leerlingontwikkeling. De rode pijl die wijst naar de vaardigheidsscore van de leerling. De andere kleurtjes geven het CITO niveau A, B, C of D aan. Sommige scholen maken ook gebruik van 1 tot en met 5 in plaats van de ABCDE notering. Uit de grafiek is af te lezen welke specifieke vaardigheidsscore er bij welk vak hoort. Bij iedere vaardigheidsscore per vak hoort een schooladvies. Die is terug te vinden in deze vastgestelde lijst. De leerkrachten van groep 6 tot en met 8 kijken na de cito-middentoets welke vaardigheidsscore hoort bij welk schooladvies. Dit wordt per vak bekeken. En daar wordt een conclusie aan getrokken welk schooladvies op dat moment past bij de leerling. Vervolgens wordt er gekeken naar het profiel wat het beste bij de leerling past. Het basisprofiel is het vereiste niveau voor het betreffende onderwijsniveau. Het plusprofiel is het profiel voor de leerlingen die met betrekking tot het betreffende onderwijsniveau wat overlijken te hebben en misschien in de toekomst kunnen opstromen naar een hoger niveau. Het bespreekprofiel is het profiel voor de leerlingen die niet geheel voldoen aan de eisen voor het betreffende onderwijsniveau. Zo kan er zich een situatie hebben voorgedaan in het leven, in het schoolleven van de leerling waardoor het presteren op school tijdelijk negatief is beïnvloed. Door middel van een schriftelijke onderbouwing geeft de basisschool aan op grond waarvan men van mening is dat de leerling toch een plek zou moeten krijgen binnen het betreffende onderwijsniveau. Het ondersteuningsprofiel is het profiel voor leerlingen die, op basis van het leerlingvolgsysteem, niet aan de eisen voor het betreffende onderwijsniveau lijken te voldoen, maar waarvoor de verklaring gevonden wordt in een gediagnosticeerde leerstoornis bijvoorbeeld dyslexie, of een gediagnose op sociaal-emotioneel gebied, bijvoorbeeld PDD-NOS. Ook hierbij geldt dat de basisschool een schriftelijke onderbouwing aanlevert. In groep 6, groep 7 en groep 8 wordt er een schooladvies gegeven en een profieladvies. En dit geeft het eindadvies voor groep 8 voor na het voortgezet onderwijs. De tijdsplanning van de gesprekkencyclus van het schooladvies kan er als volgt uitzien. In groep 6 maakt uw kind in februari de midden toets Vervolgens heeft u daarna een gesprek met de leerkracht. Hier wordt ook al het schooladvies en het profiel met u besproken. Datzelfde geldt voor groep 7. In groep 8 maakt uw kind in februari ook de midden toets Daarna heeft u een gesprek met de leerkracht over het definitieve schooladvies en dit moet voor 1 april bij het voortgezet onderwijs zijn. Het schooladvies wordt gebaseerd op de gehele schoolloopbaan. De basisschool geeft advies welk type voortgezet onderwijs past bij een leerling. Er wordt gekeken naar de aanleg en de talenten, de stimulerende en belemmerende factoren en de onderwijsbehoeften. Er wordt gekeken naar de leerprestaties van de midden toets Dit alles wordt beschreven in een voortgangsgesprek ieder jaar. Er wordt gekeken naar de concentratie, de motivatie en het doorzettingsvermogen en uitslagen van observatie-instrumenten. Dit geeft het eindadvies voor groep 8. Om dit te kunnen versturen naar het voortgezet onderwijs is toestemming nodig van ouders. Dit is een beknopte beschrijving van de plaatsingswijze. We hopen nu dat u een beeld heeft van de manier waarop de basisschool komt tot het definitieve schooladvies voor uw kind.